Goedemiddag allemaal, ik ben Patrick Terenea van Zinio. Wij leveren digitale ondertekendienst. Wij hebben Irma enige tijd geleden zijn we tegengekomen, zijn we mee in contact gegaan, omdat wij dat zien als een waardevolle aanvulling voor onze digitale ondertekendienst. We zijn daarna in overleg gegaan met Bart en Bob en we zijn zelfs bij het SEDN-fonds in gesprek gegaan. En daar hebben we ook financiering voor gekregen voor het koppelen van Irma om jezelf te authenticeren en daarmee ook ondertekening mogelijk te maken binnen onze signing service. Nou, wat ik jullie graag wil laten zien, ik kan heel veel slides laten zien, maar je kan het beter gewoon live zien draaien. Jullie kijken naar het zogenaamde Zinio dashboard. Dat is even ik heb even een nieuw dashboard aangemaakt. En rechts van het scherm, tenminste bij mij rechts, ik hoop bij jullie ook, zien jullie mijn telefoon. Dit is allemaal live, dus we gaan kijken of dat allemaal gaat werken. Nou, hoe werkt dat bij Zinio? Je kan een PDF-document aanbieden. En hier zie je ook hoe dat werkt. Ik pak gewoon een blanco document van mijn lokale harde schijf. Je ziet dat ik ook al meteen mijn gegevens als eerste ondertekenaar beschikbaar heb. Ik kan daar ontvangers natuurlijk aan toevoegen om intern, extern uit te nodigen om mee te ondertekenen. Doen we nu even niet, ook omwille van de tijd. We hebben eigenlijk twee toepassingen van Irma in ons ondertekenproces. We hebben een zogenaamde preview functie. Daarmee authenticeer je met Irma om toegang te krijgen tot de inhoud van het document, dus nog voordat je gaat ondertekenen. En we hebben een authenticatie en daar gebruiken we Irma voor om jezelf te authenticeren en uiteindelijk wordt dat document dan ondertekend. Hier heb je nog een mogelijkheid voor een bericht. Die voer ik even in en ik verstuur de uitnodiging. Nou zit daar een heel mailproces achter. Maar ik kan ook, even kijken, heb ik dat goed gedaan? Nee, nog niet. Moment. Dat is het nadeel van het live, het document van live. Ik moet het natuurlijk wel verzenden. Ik kan in mijn documenten dan terecht. Heb ik hem nou weer niet verzonden? Heb ik iets niet goed gedaan? Ach, ik moet ze natuurlijk wel aanzetten. Neem me niet kwalijk. Natuurlijk moet je de middelen wel aanzetten. Irma om de preview authenticatie mee uit te voeren en natuurlijk te ondertekenen met Irma. Je ziet ook de andere middelen om jezelf mee te authenticeren, maar we gaan nu even voor Irma omwille van de tijd. Dat was ik even vergeten, excuses. Nou, we sturen nu de uitnodiging en ik kan zonder dat ik de e-mail daarvoor open waarin ik uitgenodigd word om te ondertekenen, je ziet hem hier bovenin verschijnen. Kan ik ook direct hier de ondertekening starten, omdat ik hem naar mezelf gestuurd heb. En je ziet hier dat je in drie stappen een document kan ondertekenen. En je ziet hier dat ik voor de volgende stap uitgenodigd ben om Irma te gebruiken om het document in te zien en te ondertekenen door gegevens te delen met behulp van de Irma-app. Nou, we gaan naar de volgende stap. Nu komen we bij Irma aan. En daar heb ik dus mijn app voor nodig. Ik zal die starten. En we hebben hier meteen de scan in zicht. Ik ga naar de QR-code. En je ziet dat ik nu in beeld heb dat Irma Zinio.com asks you to sign a message. Ja, er zit nog wel wat nuance in de teksten. Daar zijn we ook met Bart mee in overleg. En je ziet ook dat je het document ondertekent met Zinio. Nadat je jezelf geauthenticeerd hebt met Irma. Dan moet ik toelichten. Je authenticeert jezelf met de gegevens van Irma. En Zinio verzegelt het document en ondertekent het document daarmee. Met een gecertificeerd tijdstempel en een PKI-certificaat waarmee de elektronische verzegeling plaatsvindt. Ik moet hier akkoord geven op het delen van die gegevens. En die gegevens, zoals jullie kunnen zien, bij de card en de issuer is in dit geval ook weer het GBA van de gemeente Nijmegen. En met deze gegevens kunnen wij een geavanceerde handtekening plaatsen.
of op het niveau geavanceerd ondertekenen. We hebben drie niveaus. Je hebt een gewone, het elektronische krabbel. Je hebt een geavanceerde, dat is al hoger. Dat is een middenniveau, oftewel EIDAS midden. En je hebt een hoge met een gekwalificeerd certificaat, EIDAS hoog. In dit geval ondertekenen we met dit GBA-attribuut van de gemeente Nijmegen. En we delen vier, eigenlijk een aantal gegevens, hier maar mijn straat, huisnummer en city, deel ik om mezelf te authenticeren bij Zinjo. En nou, ik geef daar even akkoord op. Dan zie je dat dat gelukt is. En ik kan mezelf nu authenticeren met de IRMA-app. En dan krijg ik de inhoud van het document te zien. Dus dit is stap 1. Nou, dit is maar één pagina. En ik kan dit afwijzen, maar ik ga meteen naar de volgende, ook omwille van de tijd. Ik krijg dus nogmaals het verzoek om te authenticeren. Dat doen we hier opnieuw. En daarmee ga je het ondertekenproces afronden. Zo, ik moet een yes geven. Nou, hiermee zijn alle handtekeningen geplaatst. En daarmee kunnen we terug hier naartoe. Even een hard refresh geven. En zal je zien dat die nu gevalideerd wordt. Dus in de back-office bij ons wordt dat gecertificeerde tijdstempel toegevoegd en die elektronische verzegeling. En als dat allemaal gebeurd is, dan wil ik jullie even meenemen naar de inhoud van het document. Omdat die gegevens die je gedeeld hebt vanuit de authenticatie met de IRMA-app, die komen ook terug op onze akte van ondertekening. Dat is een extra pagina die aan het originele document wordt toegevoegd. En in die akte van ondertekening staan ook de attributen die je vanuit je IRMA-app gedeeld hebt met Zinjo. En daarmee heb je eigenlijk je identiteit geauthenticeerd. Nou, dit is altijd met een live demo, dan duurt het altijd eventjes. Als het document binnen is, en ik kan het natuurlijk ook op een andere manier laten zien, maar dan moet ik dit allemaal stoppen. Eerst ondertekenen het document. Dus dat hoeven we niet te doen. Als dit bij dit document hebben wij de mogelijkheid om het document te downloaden. Of je kan hem ook zelf als een kopie aan het e-mailbericht mee laten sturen. Hier is het document. Nou, openen we dat document en dan zie je een aantal dingen gebeuren. Maar het belangrijkste is natuurlijk, hij is ondertekend. Het is allemaal geldig. Ik zal even deze dingen stoppen. En als we naar beneden gaan, dan zie je dat ik de akte van ondertekening aan het originele document toegevoegd heb gekregen. En dan kan je zien dat ik geauthenticeerd heb met de IRMA-app. Niet alleen de preview, maar ook voor de ondertekening. En het document is verder ondertekend met een digitaal certificaat van Zinjo. Dit is eigenlijk het hele proces wat ik graag heb willen laten zien. Ik moet eraan toevoegen dat dit eigenlijk sinds kort beschikbaar is. En het grappige is dat er nu belangstelling is vanuit het SIDN zelf om dit wellicht als eerste klant te gaan gebruiken. En ik hoop dat hier nog vragen over zijn. Heel graag. Ja, dankjewel Patrick. Er waren in de chat al een aantal vragen over de juridische status van wat jullie doen en deze handtekening. Kun je daar vast op antwoorden? En misschien zijn er ondertussen mensen die zich bekend willen maken voor eventuele andere vragen nog. Ja, ja, juridisch is het vergelijkbaar met een IDIN. Bij IDIN ga je ook bij de bank een betrouwbare derde partij authenticeren. En daar ga je gegevens terug van de bank die identiteit bevestigen. Daar krijg je ook een aantal velden van terug. Wij doen eigenlijk precies hetzelfde met IRMA. Vanuit het gemeentelijke basisadministratieattribuut en daarmee is het juridisch onderbouwd. Maar in EIDAS termen is het een geavanceerde handtekening. En niet een gekwalificeerde handtekening. Nee. Het is een EIDAS midden met een identiteitsverificatie, authenticatie op niveau substantieel midden. Ja.
Ja. En de ondertekening vindt plaats met een private key die bij jullie in een HSM staat. Ik, En nou, in. het is, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Wij ondertekenen het met een PKI-certificaat conform, EIDAS uit betrouwbare bron, European Trusted List. Ja. Ja. Oké, zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Iemand? Is het mogelijk om in de tekst die je in de IRMA hebt ondertekend, een verwijzing naar het ondertekend document te maken en dat bewijs ook op te slaan bij te voegen? Ja, dat was mijn vraag van Joost Leuren. Dat ik begreep dat in de IRMA-app zelf ook een ondertekenfaciliteit zat. Maar dat is weer een ander soort functionaliteit dan. Of. Ja, dat klopt. En daar zijn we ook zeer in geïnteresseerd. Dat is namelijk de ondertekenen met je attribuut. Bijvoorbeeld, hè, ik ben arts of notaris. Hè, dat zijn natuurlijk hele belangrijke attributen. De combinatie daarvan maakt het extra sterk. Zover zijn we nog niet, maar daar gaan we zeker naar kijken. Maar dat wel in overleg natuurlijk. Maar dat is een ander type handtekening dan, want dan teken je met een IRMA private key die op je telefoon staat. Exact. Zeker. Oké, er is nog een vraag. Is het open source wat je doet? Nee, dat is geen open source. Die signing service engine die wij onderhouden, dat is geen open source. Dat is jullie eigen software daarvoor. Ja, En zijn jullie absoluut. geaudit? Zeker, we hebben ISO, we zijn een DISP en we zijn recentelijk weer gepenetratietest door NOPSEC in Amerika, omdat we een grote internationale bank onboord hebben. En daar zijn we met vlag en wimpel voor geslaagd. Dus we proberen er alles aan te doen om die vertrouwensdienst conform EIDAS in de nabije toekomst ook te bereiken.